Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik Lost Cities het dobbelspel laten zien. Lost Cities voor 2 tot en met 4 personen, waar je dit keer geen kaarten uit je hand gaat spelen, maar je gaat dobbelen om te kijken welke fiches je van de tafel af mag halen. En die moeten nog steeds per kleur hoger zijn dan het fiche wat je al hebt liggen. En daarnaast hebben we nog bonustegels die je kan gaan verdienen voor extra punten. Eén voordeel, bij dit spel krijg je geen strafpunten, alles wat je pakt is extra punten waard. Dus laten we snel gaan kijken hoe die gaat. En de setup van dit spelletje is nog het meeste werk, want we hebben 5 kleuren, 1 tot en met 10. En die moet je even in volgorde gaan neerleggen, zodat het lekker overzichtelijk is. En daarnaast leg je de bonustegels. En dan nog 3 dobbelstenen. En als dat gebeurd is, ben je al gelijk klaar om te gaan beginnen. En mag de speler die het laatste jarig is geweest, mag beginnen. Of je peilt even random wie het hoogste gooit die er mag beginnen. En je beurt is simpel. Je gaat dobbelen, dan bepaal je welke tegel je wil of kan pakken. En als laatste mag je, als je daarvoor in aanmerking komt, mag je nog 1 of meerdere van die bonustegels gaan pakken. Ben je aan de beurt, gooi je alle 3 de dobbelstenen. En daarna mag je nog 1 keertje rerollen. En dan mag je zelf weten of je 1, 2 of alle 3 de dobbelstenen opnieuw gooit. En wat je daarna hebt gegooid, daar moet je het mee gaan doen. En vervolgens mag je die dobbelstenen bij elkaar op gaan tellen om aan een getal te komen wat jij graag wil hebben. Je mag ook zeggen, ik gebruik alleen deze eerste dobbelsteen, want we zijn net begonnen. Dus ik ga natuurlijk laag beginnen. Dus ik pak hier de 1 weg. Kleur maakt niet uit, het gaat puur om het getal wat je gooit, maar ik pak bijvoorbeeld nu de paarse 1. Een tegeltje dat je pakt moet altijd een hogere waarde hebben dan het tegeltje dat er al ligt. Dus stel, ik had er nu voor gekozen om de 4 te pakken. Dat betekent dat ik de rest van het spelletje niet meer de paarse 3, de 2 of de 1 mag pakken. Want elk tegeltje wat ik boven mijn 4 ga leggen moet in getalwaarde dus hoger zijn dan die 4. En dan zou ik bijvoorbeeld wel kunnen zeggen, hey, maak deze samen zijn nu 5, dus dan kan ik tegeltje 5 pakken, want die komt mooi boven de 4. Maar goed, het voordeel is natuurlijk, zeker aan het begin van het spel, om dan met de 1 te beginnen. Omdat je dan nog alle andere paarse tegeltjes kan pakken en erboven kan gaan toevoegen. Op de tegels staan voetjes, dat is het aantal punten wat de tegel aan het einde van het spel waard is. Dus tegel 1 tot en met 5 zijn 1 voetje, is 1 punt waard. En tegel 6 tot en met 10, daar staan 2 voetjes op, dus die zijn 2 punten waard per tegel aan het einde van het spel. Gooi ik straks in de volgende beurt weer een 1, kan ik gewoon rustig een andere kleur 1 gaan pakken en bijvoorbeeld ook een geel rijtje gaan maken. Dus de kleur maakt niet uit welke je pakt, als je maar zorgt dat het tegeltje wat je pakt de eerste tegel is of hoger dan de tegels die je al hebt liggen. Dan zie je dat op de 1, op de 6 en op de 10 staat een handje afgedrukt. Dat betekent, dit tegeltje mag je alleen maar pakken met het handje naar boven als je bij je worp ook een handje hebt gegooid. Dus in dit geval heb ik de 1 gegooid en dat handje. Dus ik kan gewoon deze pakken en dan mag ik hem met het handje naar voren laten liggen. Had ik de 1 gekozen zonder dat ik een handje bij mijn dobbelstenen heb gegooid, dan moet ik het tegeltje even omdraaien. En dan zie je dat is die nog steeds 1 punt waard, maar dat handje is van de tegel af verdwenen. Dit handje zorgt ervoor dat jij je aantal punten mag vermenigvuldigen aan het einde van het spel. Dus stel we hebben deze 4 tegels verzameld voor paars aan het einde van het spel, dan krijg ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 punten. Maar heb ik daar een voetje bij verzameld, dan mag ik die punten keer 2 doen. Dus, nou is het, 2 keer 6 is 12 punten waard. Lukt het jou om nog een voetje toe te voegen? Dan mag je de score zelfs keer 3 doen. Dus 2, 4, 6, 8 met 2 handjes is 8 keer 3 is 24. En raad het al, krijg je deze er ook nog bij. Dus heb je 3 handjes, dan mag je je score keer 4 doen. Dus die handjes zijn erg fijn om te krijgen, omdat dat heel hard op gaat tellen bij je punten. En alle 3 de dobbelstenen gaan van 1 tot en met 5 en de 6 is vervangen door dat handje. Dus die 10 kan je wel halen, maar dan moet je dus en 2 vijven halen en nog eens een keer een handje. En dat is de enige manier waarop je de 10 kan pakken, waarbij je het handje ook nog naar boven mag laten liggen. En anders moet je hem zonder het handje doen. Geeft op zich niks, is hij nog steeds 2 punten waard, maar goed, het is natuurlijk veel meer punten waard als je de totaalscore mag vermenigvuldigen. Heb jij je tegeltje gepakt, dan mag je nog even kijken of je in aanmerking komt voor 1 of meerdere bonustegels. Ook als je een keer een bonustegel vergeet te pakken en in de volgende ronde ligt hier nog, mag je die gewoon pakken. Je mag aan het einde van je beurt zoveel mogelijk bonustegels pakken als je maar kan. Allereerst per kleur. Zodra je 4 gele, 4 groene, 4 paarse, 4 rode of 4 blauwe hebt verzameld, dan mag je deze tegel pakken. Simpelweg 10 extra punten aan het einde van het spel. En ook als jij alle 5 de kleuren hebt verzameld, dus eentje van elke 5 is voldoende, dan krijg je ook nog 10 bonuspunten. Dus die gaan per kleur.
Heb jij 3 drieën verzameld, 3 vijven verzameld of 3 kaarten verzameld met nummer 7 erop, dan mag je deze pakken, ook allemaal 10 punten waard. Deze mag je pakken als je 4 aaneen gesloten getallen hebt verzameld, bijvoorbeeld 3, 4, 5, 6 of 7, 8, 9, 10. En dat moet van 1 kleur zijn, maar het maakt niet uit welke kleur. En deze, als je 6 tegels verzamelt van dezelfde kleur, dan mag je deze ook nog pakken en is dat ook nog eens 10 punten waard. Dus terwijl je je tegeltjes gaat verzamelen, ga je ook letten op die bonustegels en proberen die nog even snel te scoren voordat misschien je tegenstander dat doet. En die tegels liggen open voor je, dus je kan van iedereen precies zien waar die mee bezig is en op welke bonustegels die speler misschien zit te azen. En zo ga je net zo lang doorspelen totdat bijvoorbeeld alle tegels op zijn. En haal dan even de tegels die niet meer gepakt kunnen worden, is het handig voor het overzicht als je die even verwijdert uit het spel. Dus stel dat van alle spelers nu de paarse 5 de laagste paars is, dan weet je al dat 4, 3 en 2 nooit meer gepakt kunnen worden. Want je moet altijd een tegeltje pakken wat hoger is dan wat je al voor je hebt liggen. Dus dan kan je 4, 3 en 2 kan je alvast verwijderen. Want die kunnen toch nooit meer gepakt worden. En zijn dan alle tegels of verwijderd of gepakt door de spelers, dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft. Bij 3 of 4 spelers is het spel ook afgelopen als alle bonustegels weg zijn. Dus of die zijn allemaal weg of deze zijn allemaal weg. En speel je het met z'n tweeën, dan is het spel afgelopen als deze allemaal weg zijn of als alle gekleurde bonustegels weggepakt zijn. In dat geval hebben we ook gelijk een einde van het spel. En de speler die dat einde verzamelt mag zijn beurt nog afdoen en eventueel bonustegels pakken. En daarna is het simpelweg een kwestie van punten tellen. Daarvoor tel je dus alle voetjes van de tegels die jij voor je hebt verzameld. Heb jij handjes daarbij gekregen, dan mag je je totale score van alle voetjes van die kleur keer 2, keer 3 of misschien zelfs wel keer 4 doen als je alle 3 de handjes hebt verzameld. En dan krijg je dus nog de punten van je bonustegels. En wie dan de meeste punten heeft, die is simpelweg de winnaar. En er zit geen tiebreaker bij, dus bij een gelijkstand hebben jullie een gedeelde overwinning. En dat is hoe Lost Cities het dobbelspel gaat. Je gooit de dobbelstenen, je mag 1 keertje rerollen. De uitkomst van 1, 2 of 3 dobbelstenen gebruik je om het tegeltje te pakken wat jij wil. Die simpelweg de voetjes waard het aantal punten aan het einde van het spel. Bij 3 tegels, de 1, de 6 en de 10, kan je het handjesymbool verdienen. Daarmee mag je je score dan verdubbelen, verdrievoudigen of zelfs verviervoudigen als je ze alle 3 verzamelt. Maar daarvoor moet je dus het handje gooien op het moment dat je die tegel pakt. Die tegel mag je ook pakken zonder dat je het handje hebt gegooid, maar dan moet je hem even omdraaien. En heb je simpelweg de punten van de voetstappen en niet het handje erbij. Zoals gezegd in de intro, een voordeel van dit spel. Je kan geen minpunten krijgen, het is simpelweg punten verzamelen. Aan de andere kant, ergens is dat ook wel weer een nadeel, want dat was juist voor mij het leuke aan Lost Cities. Als je een expeditie start, dat het dan spannend is van, ga ik hier wel genoeg punten verhalen? Nou, dat heb je hier niet. Want het enige wat je hier doet is pluspunten verzamelen. En het is alleen natuurlijk wel de vraag wie de meeste punten gaat verzamelen. En het kan dus wel helpen om even goed te kijken wat je tegenstander allemaal voor zich heeft liggen. En misschien kan je dan net even 1 of 2 bonustegels voor zijn of haar neus wegkapen voordat je tegenstander dat doet. Maar dat is hoe die gaat. Mochten jullie er nog vragen over hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.